Hij heeft al eens eerder wat geflikt, hè? Ja, ik vind eigenlijk die man moet dan een keer ophouden, toch? Als je nou iemand die in Friesland geboren heeft, die heeft het recht om daar zo over te praten. Ja, maar hij is geadopteerd, hè, door Friese ouders. Jawel, maar hij is toch geen Fries, kom op, zeg. Er is een rel ontstaan naar uitspraken van Johan Derksen in het programma Vandaag Inside. Hij noemde Tweede Kamerlid Haptamu de Hoop geen echte Fries, omdat hij van Ethiopische afkomst is. Heeft u daar iets van meegekregen? Ik ken Haptamu de Hoop, die woont hier in Wommels. Zijn ouders wonen hier. Hij is inderdaad geadopteerd. Hij is gewoon een Fries. Hij is hier opgegroeid, dus we beschouwen hem hier als een dorpsgenoot. Hij vertegenwoordigt onze mooie provincie en daar mogen we trots op zijn. Ja, ik weet wel, Haptamu de Hoop is. Dat is natuurlijk het Friese PvdA-lid. GroenLinks PvdA, mag ik zeggen. Ja. Wat had Johan Derksen zijn dan? Hij zegt, hij is helemaal geen echte Fries, want hij is van Ethiopische afkomst. Maar waar slaat dat nou op? Als je gewoon Fries praat of je door een Fries, zeg maar, zegt, dan kan je het ook gewoon Fries wijzen, toch? Vind je nog een uitspraak van Derksen? Hij heeft al eens eerder wat geflikt, hè? Ja, ik vind eigenlijk die man moet dan een keer ophouden, toch? Het begint wel een beetje steeds meer wat op te vallen. Ik weet het net, misschien rent het al het einde van Chalant. Is zo een keer ophouden met televisie, toch, Johan Derksen? Ik heb gewoon trouwens, maar. Waar ligt die man op televisie? Ik baal er wel van, want ik denk, waarom is zo iemand nog steeds op tv? En waarom krijgt zo iemand wel steeds een stem? En het is gewoon heel erg kwalijk dat dit soort dingen worden gezegd. En je moet er wel bewust van zijn. Deze meneer verdient met dit soort uitspraken zijn brood blijkbaar. Om nou zulke mensen dan weer in Fries te nemen, nou, dat is een beetje, eigenlijk een beetje naar een beetje racistisch gedrag. Een beetje, hè. Dat trek ik wel online. Er gaan ook weer stemmen op om Derksen en VI dan te cancelen. Wat denkt u daarvan? Nou, hoe vaak moeten we zoiets nog cancelen? Ik bedoel, het is al zo vaak geopperd en dan na een maand of zo zeggen ze toch maar, nee, we hebben het tegen van de kijkcijfers, doe maar weer op tv. En dan alleen maar metende dat dit weer gaat gebeuren. En we lijken het wel niet te willen leren dat dit soort dingen gewoon niet kunnen.